In zijn bakkerij is Ronnie nog druk bezig met het bakken van verschillende lekkernijen. Maar dat zal binnenkort even plaats moeten maken voor 150 centimeter grote Obama-speculaas. De president van de Verenigde Staten heeft het waarschijnlijk nog nooit gezien en gegeten. Maar volgens Ronnie zal zijn speculaas erin gaan als zoete koek. Ja, dat is geen probleem. Daar gaan we voor zorgen. We gaan een nieuw recept met nieuw Obama-kruiden ontwikkelen. En ja, dat is, die speculaas die smelt op zijn mond. Daar ben ik zeker van. Om de speculaas in één keer te kunnen maken, maakt ambachtsman Willy uit Essen de mal waarin de speculaas gestopt zal worden. En die mal maken is nog niet zo evident. Dat gaat ja, toch wel 2 tot 3 weken in beslag nemen. Want je kunt niet van 's morgens tot 's avonds eraan werken. Dat is onmogelijk. Je moet geconcentreerd blijven. Het is centimeter bij centimeter dat je uit moet kappen. En dan moet even toch wel op adem komen toch voor, en dan de volgende dag weer met verse moed eraan beginnen. Het doel is om de speculaas tot bij de president te krijgen, maar daar blijft het niet bij. We gaan misschien nog iets meer doen als deze op punt staat en het is gemaakt. Ik heb al contact gehad met leveranciers voor kleine Obama's op de markt te brengen. Ja. Maar ja, dat is toekomst. We moeten eerst zorgen dat de grote Obama... En dan komen de kleintjes, ja.